De minister, zal ik u eerst het woord geven in deze. Ga de gang. Voorzitter, dank. Het is misschien goed, het kabinet, zoals u weet, spreekt als één. Maar het is wel goed om erop te wijzen dat alles wat betrekking heeft op vuurwerktoelatingen en vuurwerkverboden, dat dat bij de staatssecretaris voor INW ligt. Dus die zal alle vragen die daarover gaan behandelen. Omdat er nogal veel vragen daarover aan mij werden gesteld, maar dat is, zoals we allemaal wellicht weten, niet iets waar ik nu iets over ga zeggen. Maar nogmaals, het kabinet is één in hetgeen wij dadelijk allebei zeggen. Voorzitter, de jaarwisseling is ruim 9 maanden geleden. En hoewel er meerjarig vanaf 2012-13 sprake is van een daling in de incidenten met vuurwerk, zien we nog te veel incidenten en geweld tegen agenten en andere betrokken professionals en vrijwilligers die zich inzetten om oud en nieuw goed te laten verlopen. De stijging, daar heeft u als lid van deze commissie een vraag over gesteld, van 2018 ten opzichte van 2017, die lijkt louter terug te voeren op het gegeven dat 2017 op het onderwerp vuurwerk zeer slechte weersomstandigheden kende, als u zich dat nog kunt herinneren. Ik meen dat ook toen de vuurwerkshow hier bij de Hofvijver, staat mij bij, bijvoorbeeld ook is afgelast, omdat er gewoon veel en veel te harde wind stond. Uit de gehouden evaluaties blijkt dat ervaringen met betrekking tot de jaarwisseling sterk wisselen per gemeente en per regio. En ik wil u verwijzen naar de twee kaartjes die ik u, en dat heb ik als minister van Justitie en Veiligheid heb gedaan, naar aanleiding van welke incidenten hebben we gehad met de jaarwisseling. Die twee kaartjes die ik u in mijn hoofd gezegd bij brief van 11 januari 2019 heb toegezonden. En daarop hebt u kunnen zien dat er een groot onderscheid is, enerzijds tussen het westen en, van ons land en anderzijds het oosten en noorden van ons land. En dat geldt ook, ik kan het niet mooier maken dan het is, ook als je kijkt naar de geweldsincidenten tegen hulpverleners, dat daarvan in het westelijke deel van het land, en met name de grote steden en de Randstad, aanzienlijk meer zijn dan in andere delen van het land. Nou goed, om uit de eerste hand te horen wat we ten aanzien van de handhaving gezamenlijk kunnen doen, heb ik het eerste halfjaar van 2019 bijeenkomsten gehouden, waar ik zelf in gesprek ben gegaan, ook, ik zou maar zeggen, en groep of in een soort samenspraak met grote groepen mensen van politie, BOA's, brandweer, burgemeesters en ook mensen van het Openbaar Ministerie en van de diensten van INW en het ministerie van VWS. Tientallen brandweerlieden, ambulance mensen, politiemensen, BOA's hebben mij hun persoonlijke ervaringen verteld. En dat laat zien dat we een maatschappelijk probleem hebben waarbij alle partijen een rol hebben. En ik kom daar zo nog even op terug, omdat dat maatschappelijk probleem, de heer Van Dam heeft daar al een verwijzing naar gemaakt, dat is een maatschappelijk probleem dat zich ver uitstrekt boven de jaarwisseling. Want we zien dat die verhuftering, waar de heer Van Dam het over had, de geweldshouding, de onhebbelijkheid jegens hulpverleners, die zien we veel meer bij grote evenementen, maar ook in het uitgaansleven en dergelijke. Ik kom daar nog op terug. In ieder geval heeft in een ander het, voor zover de jaarwisseling betrof, gebracht tot een aantal maatregelen waarover de staatssecretaris en ik u bij brief van 12 juli hebben geïnformeerd en waarover we nu spreken. Maatregelen om misbruik, overlast en letsel door legaal vuurwerk terug te dringen. Maatregelen tegen geweld tegen hulpverleners. Mogelijkheden van gemeenten om de jaarwisseling tot een succes te maken en het terugdringen van illegaal vuurwerk. En ik wil u nu maar vast, en ik vind het jammer dat mevrouw Kuiken er niet bij is, want zij is echt een van de, moet ik het zeggen, drijvende krachten geweest achter steun
ook buiten de coalitie voor mijn wetsvoorstel voor het strafbaar stellen van hinder tegen hulpverleners. En ik ga het straks nog een keer zeggen, want ik wil dat iedereen in het land zich hiervan bewust is. Dat wetsvoorstel gaat bij hoge uitzondering niet op 1 januari, maar op 31 december aanstaande in werking. En u begrijpt waarom ik dat nu vast heel hard op meld, zodat iedereen die mogelijk zich nog zou kunnen hebben laten verleiden tot iets weet dat al vanaf 00.01 uur van de nacht van 31 december, dus van 30 op 31 december, dat wetsvoorstel in werking is getreden. De korpschef, de Centrale Ondernemingsraad en de politiebonden hebben een brief aan uw Kamer geschreven. Ik heb altijd gezegd, en ik blijf dat zeggen, het is begrijpelijk dat de korpschef voor zijn mensen staat. De korpschef en ik zijn allebei van mening dat geweld tegen agenten en hulpverleners onacceptabel is. En ik strek dat ook heel nadrukkelijk uit naar BOA's die wat dat betreft ook een zware taak hebben, ook rondom de jaarwisseling, maar ook naar brandweerlieden. Ik heb afgelopen jaarwisseling uitvoerig gesproken in Vlaardingen met de brandweermensen daar. En daar zie je ook inderdaad terug hoe dat terugslaat op de mensen zelf die gewoon hun werk willen doen, die gewoon hulp willen verlenen. En ook ambulancepersoneel. Om die reden heb ik ook onlangs een taskforce geweld tegen hulpverleners aangekondigd. En ik kan me voorstellen dat de mensen die daar naar kijken denken, wat is dit nu weer voor technische uitdrukking. Wel nu, we hebben een aantal jaren geleden toen we de high impact crimes gingen aanpakken, ook gezegd, we gaan er een taskforce op zetten. Dat is onder leiding van burgemeester Abu Talib van Rotterdam gebeurd. En ik kan u vertellen, dat heeft ertoe geleid dat tussen 2012 en 2017 er een spectaculaire daling te zien was van deze, wat we dan maar noemen, high impact crimes. Dus u moet dan denken aan inbraak, aan roofoverval, aan straatoverval en dergelijke. Nu heb ik gezegd, dat gaan we wat mij betreft precies zo doen op het punt van geweld tegen hulpverleners, want het is echt, en nogmaals, het strekt zich uit ook buiten de jaarwisseling. Daar moeten we als samenleving, maar wij ook als overheid, heel erg stevig op inzetten dat dat wordt weggedrongen uit onze maatschappij. De bodycams. De politie krijgt daar beschikking over, net als over gehoorbescherming. Incidenten tegen politiemensen kunnen makkelijker worden gemeld. Ik wil vast vertellen dat ik proef wel dat een enkel van uw Kamerleden het maar heeft over tempo en traagheid en dergelijke. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van die bodycams is het nou eenmaal zo dat er hele strakke regelgeving is in onze democratie op het gebied van aanbesteding. En die bodycams die worden per cluster bij de politie besteld. En als u mij vraagt, zou ik het morgen willen invoeren, dan zou ik zeggen, de wensdroom is er, maar als, zeker als minister van Justitie en Veiligheid houd ik mij strikt aan de regels op het gebied van aanbesteding. En dat is puur de regel voor diegenen die wat zaten te somberen over traagheid, waarom die bodycams langer duren. Want ik vind de bodycams werkelijk een geweldig goed middel om die dat geweld tegen hulpverleners en die hufterigheid en andere dingen terug te dringen. En ik zeg er ook maar meteen even bij, het debat gaat vandaag niet over pizza's, maar ik heb het ook gezien hoe ontzettend goed dit werkt als het gaat om het tegengaan van bijvoorbeeld overvaller op jonge mensen die eten bezorgen en dat soort dingen. Dus die bodycams, dat is echt iets. Overal wil ik wel tegen het Kamerlid Jezogus zeggen, overal waar we die mogelijkheid hebben om dat te versnellen, zeg ik u toe, zal ik het echt versnellen, maar we mogen niet de kantjes eraf lopen op het punt van de aanbesteding. Voorzitter, dan kom ik op een aantal specifieke onderwerpen. Onder andere over het geweld tegen politieambtenaren en die integrale aanpak. Ik wijs u dus nog even op mijn brief uit januari. Ik citeer even, daarin heb ik aan de hand van de cijfers, maar die ga ik hier niet, ook niet voor de mensen thuis, nog eens herhalen, maar in mijn brief van 11 januari staat, ik citeer, de cijfers laten zien dat er nog steeds sprake is van een veel bredere problematiek
die zich overigens ook bij andere evenementen voordoet, die onder andere te maken heeft met het gebruik van drank en drugs en het omgaan met elkaar richting politie en hulpverleners, waarbij ook andere partijen een rol en verantwoordelijkheid hebben. Ook familie, vrienden en de omgeving van degene die onder invloed van drank en drugs voor onrust en problemen zorgen, hebben een corrigerende rol. Einde citaat. En ik blijf dat altijd en iedere keer weer zeggen. Als we dit probleem willen aanpakken, dan mag u mij aanspreken op de wetgeving. U mag mij er ook op aanspreken dat ik de politie de middelen geef dat men goed kan handhaven. Maar wij hebben daar als samenleving met elkaar ook gewoon een rol in. Opsporing en vervolging van daders. Daar wordt lik op stuk beleid toegepast met een zwaardere strafeis en de schade wordt zoveel mogelijk verhaald op daders. Eenduidige registratie vindt plaats van het geweld tegen politieambtenaren. Het doel is om de slachtoffers op de hoogte te houden van de strafrechtelijke vervolging van daders om zicht te krijgen op wie precies het geweld heeft gepleegd. En er is ook kennisontwikkeling en opleiding. Politiemensen moeten in staat worden gesteld om geweld waar mogelijk te voorkomen, zich erop voor te bereiden en passend bij de betreffende situatie te kunnen handelen. Om operationele vroegsignalering mogelijk te maken, wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van een stapeling van incidenten met impact op het welzijn van politiemensen. En dat heet het dashboard vroegsignalering. Mevrouw Kuiken vroeg, kan de politie agressie en geweld al eenvoudiger melden in de eigen organisatie? Het antwoord is ja. Vanuit de politieorganisatie wordt gestimuleerd om melding en aangifte te doen. Er is al even, heeft mevrouw Kuiken zelf, dacht ik, ook genoemd, die, of mevrouw Jezielgus, maar dat weet ik nog even niet meer, over die app die er ook is ontwikkeld op dat gebied, heeft mevrouw Den Boer. Nou, misschien heeft u het allen in een soort kanonkoor naar elkaar gezegd, maar in ieder geval, ik vind het heel goed dat daar ook zoveel mogelijk aandacht voor wordt gegeven. De procedure wordt ook vereenvoudigd, omdat uit de enquête van de Centrale Ondernemingsraad bleek dat politieambtenaren de procedure te ingewikkeld vonden. Nou, vandaar ook dus die mobiele melding. Informatie uit de melding kan ook gebruikt worden om aangifte te doen. En verder wordt de politieambtenaar bij het doen van aangifte ondersteund, dat is denk ik een belangrijk punt, door de case manager geweld tegen politie. En die case manager houdt politieambtenaren op de hoogte van de voortgang van het proces. En ik wil u ook echt toezeggen dat ik de komende tijd dat ook goed ga volgen of dat in de praktijk ook echt zo werkt. Zowel op dit punt, maar ook als het gaat in die situaties waar het helaas al heeft geleid tot ziekteverzuim of nog erger PTSS bij de betreffende politiemensen. Die case managers, dat moet echt een enorme verbetering in de positie voor de individuele diender opleveren. Dan de andere vraag van mevrouw Jezielgus over de bodycams. Ik heb al mijn enthousiasme daarover laten blijken. Zeer de-escalerend effect, die bodycams. Ik denk dat we ons dat ook moeten realiseren. Bovendien, die beelden kunnen worden gebruikt bij de vervolging. De implementatie van bodycams is in gebruik genomen. Bodycam komt dus uiteindelijk in de standaarduitrusting van de politie. Dat vraagt aanpassing van het besluit, bewapening en uitrusting. De regelaanpassing die zal nog dit jaar worden afgerond. En die komen vooral in eerste instantie bij de basisteams in de grote steden. En dat is niet om anderen tekort te doen, maar als u die kaartjes waar ik het net over had ziet, dan zult u begrijpen dat we in eerste instantie het daarop zullen richten. En verder is daar ook een, daar zit natuurlijk ook een beleidsvrijheid bij de korpsleiding om dat op een bepaalde wijze uit te drukken. Voorzitter, dan had mevrouw Kuiken nog een vraag. Vinden wij nu dat er voldoende maatregelen zijn? Er zijn bestuurlijke bevoegdheden, gebiedsverboden, er is een groepsverbod, meldplicht. De officier van justitie heeft ook dergelijke bevoegdheden. Rechters kunnen aanvullende maatregelen opleggen, inclusief meerjarige en langdurige meldplicht. Dan zijn er nog een aantal wetsvoorstellen. Het taakstrafverbod in consultatie. Het hinderen hulpverleners. Dat is dus, ik herhaal het voor de mensen die kijken en die mogelijk al dachten, zou ik eens wat gaan doen dit jaar. Wat niet helemaal overeenkomt met alleen oliebollen en scrabbelen. Hinderen hulpverleners wordt strafbaar in de nacht van 30 op 31 december.